Ik probeer deze ietsjes naar buiten te drukken. Dit is Leni Smit. In februari werd artrose in haar knie vastgesteld. Artrose is gewrichtsslijtage waarbij het kraakbeen van het gewricht afneemt, wat resulteert in pijnklachten. Ze werd behandeld volgens het Deens model en dat wierp zijn vruchten af. Hoeveel last heeft u van de artrose? Nu niet meer zo. Er zijn beperkingen, dat wel. Toen ik hiermee begon, had ik er wel heel veel last van. Toen was ik echt beperkt. Met lopen, met fietsen, vooral met het opstappen. Het fietsen op zich ging wel goed. Maar vooral met op- en afstappen en het wandelen. En dat zijn nou net twee dingen die ik graag doe. Zij heeft dus baat bij het programma dat verschilt van eerdere behandelmethodes. Voorheen deden we eigenlijk bij artrosepatiënten ook regelmatig oefentherapie. Bij het GLAAP-programma zie je eigenlijk dat de oefeningen die geselecteerd zijn voor elke fysiotherapeut hetzelfde zijn, maar wel op maat gemaakt voor de patiënt. En een belangrijke toevoeging in het GLAAP-programma is de educatie die erbij zit. Dus de patiënt wordt goed meegenomen in het verhaal: wat is artrose, hoe moet je omgaan met artrose, hoe moet je omgaan met pijnklachten. En dat stukje gebeurde voorheen denk ik te weinig. Onderdeel daarvan is ook het vele thuis blijven oefenen. Ik moest eraan wennen. Ik ben geen erg sportief type en oefeningen doen, dat schiet bij mij gelijk in de weerstand. Maar wat is er erger? Een operatie eventueel of twee keer in de week oefeningen doen. Eén keer dan 12 weken hier en één keer thuis doen. Dus ik ben door de weerstand heen en ik doe de oefeningen nu ook thuis en dat gaat prima. Ik probeer de knie richting mijn hand te bewegen. Juist, mooi aanspannen van de bovenbeenspieren. Ja, goed. Een operatie is voorlopig niet aan de orde voor Leni. Iets wat hoort bij de cijfers. Daaruit blijkt namelijk dat 70% van de deelnemende patiënten nog steeds geen operatie nodig heeft gehad. Hoe belangrijk is het dat een operatie voorkomen wordt? Heel erg belangrijk. Want de operatie leidt ook niet altijd tot het resultaat wat de patiënt ervan verwacht aan de voorkant. De operatie is een forse belasting voor de patiënt zelf. Is een forse belasting natuurlijk voor de zorgkosten. Ik denk als we operaties kunnen voorkomen, dan winnen we daar heel veel mee. Ik hoop hiermee 80 te kunnen worden. Dan zit er misschien een beperking op, maar dat vind ik prima. Kijk, wat nodig is, is nodig. Maar zolang het niet nodig is, jee, dan niet.